ik ben echt hongerig naar die partij toe. Dus een wereldtitel. Dus dat is eigenlijk een droom. Ja. Wereldkampioen worden is één ding, maar wereldkampioen blijven, dat is iets anders natuurlijk. Dus ja, ik doe er alles aan om dat te blijven. Ik ga die wereldtitel thuis houden. Ik wil hem nog eventjes bij hem houden. Wie ik ben? Ik ben de nieuwe wereldkampioen. Ja, toch? Ik heb natuurlijk Errol Zimmerman KO geslagen. Dat is niet zomaar iemand. Dus dat betekent wel dat hij iets kan. Hij doet me veel denken aan Remy Wojewski. Mensen kunnen nu genieten van Levi Richters. Hij is eigenlijk de soort Remy. Mijn verhaal is daar andersom. Er is geen Badahari meer, maar deze tijd ben ik voor hem de Badahari. Oh, that's a peach of a right hand. Oh, big right hook again. Tegen elke tegenstander anders vechten. Ik heb niet één stijl. Ik kan me goed aanpassen op de juiste manier. Zijn koude kracht. Die is er, maar die moet dat krijgen van zijn knie. Als het niet van zijn knie is, dan is er geen kou. Easier. Oh, where's the right hand? There you go. Here we go. Glance at the side of the head. 1000% kou. Ja, gaat liggen zo. Nee. Ik voel wel een overwinning naar mij toe. Bishiri gaat hij niet worden. Die gaat die titel niet van me afpakken. En de volgende ook niet. En die daarop ook niet. Jumping knee. Looking for the knee, oh, for the head, big right hand. There you go. And this is over. Bishiri, die stoten van je zijn hart, ik weet het, maar ik ben te slim, jongen. 23 februari. Hoes. Beste vrienden, broeders, sisters. 23-2-2019, Eindhoven, wie daar? Ik ga iemand knock-out slaan met jullie support. Hoes.